Nieuwe ontwikkelingen rond het Doepark bij de Hagen. Het Doepark loopt wat vertraging op vanwege verontreiniging van de grond. En het natuurhuis werd blij gemaakt door het Roggekamp Peinsfonds. We zijn de werkzaamheden die wij zijn gestart een paar weken geleden, die zijn stilgelegd vanwege een bodemvervuiling. En de partij Kruse is nu volop bezig om de sanering op zich te nemen en dat is nu in gang gezet. Wie is er financieel verantwoordelijk voor die sanering? De grond is van de gemeente. Het is openbare ruimte, de gemeente is de grond. Wij hebben als partij Stichting Natuurhuis hebben wij een burgerinitiatief ontwikkeld. En toestemming gekregen van het college om hier een doepark van te maken. Maar de grondeigenaar, de gemeente dus, die is verantwoordelijk voor de vervuiling in de grond en neemt ook de kosten voor zijn rekening. Zeg, er was ook een hele verheugende mededeling, hè? Ja, we hebben deze week bericht gekregen van het Roggekamp Peinsfonds dat wij 10.000 euro extra kunnen besteden aan een aantal onderdelen van de natuurspeelplaats. En de natuurspeelplaats is het kloppend hart van het Doepark, waar kinderen straks gaan spelen met water, waar ze klimmen, nou ja, zeg maar een natuurlijke speeltuin. En we kunnen dankzij deze gift, deze donatie, kunnen wij een of twee extra speelaanleidingen aanleggen. En hoe lang denk je duurt het voordat het gerealiseerd is, het Doepark? Nou, het hele Doepark, dat kan nog wel even duren, maar de eerste fase die we nu zijn ingegaan, die heeft nu enkele weken vertraging opgelopen, omdat de beekloop wordt uitgegraven, maar dat gebeurt voorzichtig. Dat wil zeggen, er wordt iedere keer bij elke schep grond worden gekeken van wat is de kwaliteit en hoe gaan we dit wegzetten. En dat levert vertraging op. Wij zijn hier aan het saneren in opdracht voor de gemeente Almelo. Ze willen hier een nieuw waterwindloopwerk maken. En zijn ze verontreiniging tegengekomen. En hebben ze het werk bij mij weten stilgelegd. Toen zijn wij ingeschakeld om de verschillende grondsoorten apart te ontgraven. In die poort te zetten. Op de contouren direct uit te graven van de waterloopwerken. En dan wordt het alles apart in depot gezet. En op een gegeven moment worden die depots allemaal apart bemonsterd. En dan kijken of we de grond weer kunnen hergebruiken. Of het terug kan worden geplaatst. Ja, dat is belangrijk, hè? Hergebruik. Ja. Ja. Nou, hoe lang zal dat in beslag nemen, denk je? Nou, de planning staat voor 7 dagen. Maar ja, in de saneringswerkzaamheden kun je nooit precies zeggen hoe lang het gaat duren.